vooral onze oudste, die had een beetje zo van, ja, dat huis waar ik in geboren ben, dat gaat weg. We zijn momenteel drukdoende met de voorbereiding voor bouwerij maken. We zijn ook aan het slopen. Alle panden die gaan er binnen nu en een paar dagen zijn ze allemaal weg, allemaal plat. Op één na, omdat er nog een vleermuis woont, die vleermuis moet nog weg. Dus dat pand dat wordt ergens in maart, april wordt het gesloopt als laatste. Slopen is eigenlijk meer het omgekeerd bouwen. Jij probeert de materialen weer aan de bron te scheiden. Materialen die weer elders toegepast kunnen worden, dat ze nu leven kunnen hebben. Of materialen die door een bewerking, recycling, opnieuw als grondstof kunnen dienen. Een duurzame oplossing is bijvoorbeeld het puin vermalen tot granulaat voor funderingen. Dan wordt hier ter plaatse gebroken tot de fractie 0,31,5. En dan mag het weer toegepast worden als fondatiemateriaal onder de wegenbouw. Constructief heeft een grote meerwaarde en er hoeven geen grondstoffen voor gedolven te worden. Wij kenden vanaf 2009 de voormalige bewoners van het hoekpandje. En ik wist dat die mensen de wens hadden om ooit, als straks het pand gesloopt zou worden, om een Mariabeeldje uit de gevel te mogen hebben. We hebben hier 33 jaar met veel plezier gewoond. Kinderen zijn hier ook geboren. Dat is de reden waarom we hebben gezegd, dat halen we voor jullie uit de gevel, dat sparen we. Duurzaamheid is meer dan isoleren en een warmtepomp installeren. Je moet ook de omwonenden in kennis stellen van hoe gaat je werken, wat kunnen wij verwachten. Wat zijn onze wensen, wat zijn jullie wensen? En dan kom je tot het totaalplaatje wat voor iedereen werkbaar is. Ja, ik denk dat het een prachtig project gaat worden. En een toevoeging voor Gilze.